nepnieuwslawine. Om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Met nepnieuws proberen ze de democratie. Nepnieuws. We hebben de term al heel vaak gehoord. Van de politiek tot de journalistiek. Iedereen lijkt het erover te hebben. Wij begonnen ons af te vragen hoe groot het probleem eigenlijk is. We besluiten te onderzoeken of het mogelijk is voor 2 middelbare scholieren om nepnieuws de wereld in te krijgen. Dit proces leggen wij vast op film. Als eerst onderzoeken wij hoe nieuwswaardige onderwerpen überhaupt in het nieuws terechtkomen. We komen erachter dat nieuws vaak aangeleefd wordt door middel van een persbericht. We zoeken op hoe je een persbericht moet schrijven. We vinden een voorbeeld van een persbericht en gebruiken de exactzelfde structuur voor ons eigen persbericht. We kiezen een verhaal te creëren rondom Bitcoin, een onderwerp dat de laatste tijd veel in het nieuws is. We verwachten dat het hierdoor makkelijker wordt opgepikt. Voor ons onderzoek veranderen wij onze klasgenoot Moos van Dorp in Bram van Stad. Een achternaam die niet eens bestaat in Nederland. We maken een foto van Moos en sturen deze met het persbericht mee. Het persbericht is af. Het komt erop neer dat de 17-jarige Bram van Stad 4 jaar terug 800 euro heeft geïnvesteerd aan bitcoins. En vandaag de dag is dit 100.000 euro waard. We verwerken verschillende punten in het persbericht waaraan de journalisten het nog kunnen factchecken. Bijvoorbeeld de school gemeentelijk gymnasium waar Bram zogenaamd op zit. Als laatste voorbereiding maken wij een Instagram profiel aan voor Bram van Stad. Vervolgens versturen we ons persbericht naar alle media die we kunnen bedenken. Het blijft enige tijd stil, maar 5 dagen later krijgen we dan toch een eerste reactie. Hilversum Nieuws wil graag een artikel schrijven over Bram. Tot verrassing van ons beiden staat er een dag later al een artikel online. Zonder enig contact op te nemen wordt ons persbericht op een paar details na klakkeloos overgenomen. Maar dan word ik plotseling gebeld door een journalist van de Gooi en Eemlander. Ook zij willen graag een artikel schrijven over het succes van Bram. Ik sta ze te woord als Bram van Stad en beantwoord al hun vragen. De volgende dag al staat er een artikel in de Gooi en Eemlander. Ze hebben Bram ook een nieuwe bijnaam gegeven, Bitcoin Boy. Merkwaardig genoeg wordt er in het kopstuk gezegd dat Moos uit Hilversum komt, maar in het artikel zelf komt uit Hollandse Rading. Dit brengt ons op het idee om de journalisten nog verder te testen door de woonplaats zoveel mogelijk te veranderen. De Telegraaf neemt het Gooi en Eemlander artikel over en publiceert het op hun site en ook nog eens op Facebook. Diezelfde avond is ons nieuws ook te horen op Radio Veronica. En de 13-jarige Bram van Stad uit Hollandse Rading heeft een bescheiden cadeautje van oma omgezet in een behoorlijk fortuin. 4 jaar geleden kreeg Bram van zijn oma 800 euro en daarvan kocht Bram bitcoins. En die zijn nu, 4 jaar later, ruim 100.000 euro waard. Zijn broertje heeft spijt, want ook hij kreeg 800 euro van oma, maar daarvan kocht hij een gitaar. Dan zie je toch dat de zakenmensen, het zit er al vroeg in of niet? Ja, je hebt inzicht of je hebt het niet. Ja. Jij hebt ook een tijdje niet bitcoins gezeten, toch? Hoi Paul, mooie prank uitgehaald met de Telegraaf. Vind je het goed als het bekendgemaakt wordt via nieuwscheckers? Dus ja, hij heeft ons door. Nieuwscheckers is het fact-check-initiatief van de opleiding Journalistiek en Nieuw Media, geleid door Alexander Pleiter. Nadat jullie verhaal in de Gooi en Eemlander en de Telegraaf was gepubliceerd, toen meldde iemand zich bij ons en die zei dat verhaal klopt niet. Dit valt in de categorie van wat veel journalisten zullen betitelen als human interest. Dus een leuk persoonlijk verhaal. En dan zie je heel vaak dat journalisten er heel makkelijk van uitgaan dat het wel oké zal zijn. Ik denk dat je altijd moet vaststellen of iemand is waarvoor hij zich uitgeeft. Als ik over iemand schrijf of bijvoorbeeld ook door zo'n tipgever benaderd word, dan ga ik altijd eerst even op internet zoeken wat ik over die persoon kan vinden. En als ik helemaal niks kan vinden, dat vind ik per definitie verdacht. Ja, dan moet je eigenlijk altijd verder zoeken. En een van de eerste dingen die je dan doet, is kijken of iemand zijn achternaam überhaupt wel bestaat in Nederland. We besluiten dat we ons verhaal uiteindelijk naar buiten zullen brengen via nieuwscheckers. Maar wachten nog even af om te kijken of ons nepverhaal nog meer media kan bereiken.
Niet lang daarna al krijgen wij een bericht van NH Nieuws. Ze willen langskomen voor een interview. We zeggen dat Bram in Naarden woont en dat ze daar morgen langs kunnen komen. Dit is eigenlijk het huis van Nash. De plotselinge verandering in woonplaats wekt geen reactie op bij NH Nieuws. Moos weet zelf alleen niet wat Paul allemaal heeft besproken met de verschillende kranten. Dit zorgt ervoor dat we hem binnen één dag moeten voorbereiden tot Bram van Stad. Jij hebt op 13-jarige leeftijd, in maart, dat is echt heel belangrijk, voor 49 euro per bitcoin heb je er 18 gekocht. Nee, kun je dat herhalen? Ja, nou, ik ben Bram van Stad. Ja. En in maart 2013, toen was ik 13 ongeveer, toen heb ik voor 49 euro bitcoins gekocht van 49 euro per stuk. 18 stuks. 800 euro. En wat geld heb je gekregen van je oma? Na je studie. Wat ga je doen? Ik nog niet. Na je gymnasium, zeg maar. Oké. Ik heb gezegd dat jij bent geïnteresseerd in artificiële intelligentie. Heel goed. Oh, is het echt zo? Ja. Gaan we ook nog zeggen dat hij niet bezig is met het project dat we daarom filmen? Ik heb gezegd dat jij bezig bent met een Bitcoin Wallet app. Ik weet niets van apps, maar... Dat kan zij ook niet. Wat we vanmiddag gaan zeggen tegen mensen, we gaan ons hoogwaarschijnlijk echt op alles geloven. Hallo, hoi. En waarom is het? Goed. Mooi, hè? Zijn mijn vrienden? Hallo. Hallo. Hoi. Hallo. Jullie gaan een... Ja, voor kunst algemeen hebben we cool. Ja, de opdracht. En wij vonden Moos wel een interessant verhaal. Ja, zeker, want jullie kennen elkaar van school. Ja. Ja, het is ook inderdaad super slim dat jij dit niet veel mensen doen had. Geluk vooral, toch? Een beetje. Nou ja, je weet inderdaad niet wat voor investering is, maar niemand, ik bedoel heel weinig mensen zullen daarvoor gaan, zeker als je 13 bent. Dus ik vind jullie eerst een beetje... Ballen dat jij misschien een beetje uitlegt van oké, kijk eens, dit werkt zo, dit werkt zo. Ik moet er gewoon aanpakken luisteren. Dus je hebt nu 7000 euro. keer 18. Ja. Kijk, het is het laatste uur met 35 euro gestegen. Dat is wel nice. Dat is wel nice. De 17-jarige Bram van Stad uit Naarden heeft 100.000 euro verdiend aan een investering in een digitale munteenheid Bitcoin. Klonk interessant en ik had niet echt het geld ergens anders voor nodig rond die tijd. Dus het leek me wel een leuk idee, project. Bitcoin is een nieuwe vorm van geld. Het is digitaal geld en je kunt het dus gebruiken net zoals je dat doet met euro's en dollars. De koers van de bitcoin is in het afgelopen jaar enorm gestegen. En daar is Bram heel erg blij mee. Nou, de eerste keer was het zoiets van, ja, laat ik het nog maar een paar keer checken en... zien jullie dit ook, zeg maar? Maar nu is het meer van, ja... Ik geloof erin dat het nog gaat stijgen en ik wacht nog even. En verder gewoon focus op studie en zo. We hadden een artikel gelezen. We hadden een berichtje gekregen over Bram en over zijn ongelooflijk goede investering. Dus hij wilde er ook heel graag aandacht aan spenderen. En ben jij dan degene die... Nee, we hebben een hele redactie die daarmee bezig is. En via de online redactie hadden we een berichtje binnengekregen. Nou ja, dat Bram dit gedaan heeft. En toen is het balletje een beetje gewonnen bij de televisieredactie. Mm-hmm. Zo hebben we contact gezocht. Want opeens kwamen er heel veel media's. Ja. Bram opeens... Dan is er inderdaad één iemand die het oppikt en dan gaat het balletje rollen. Want jullie praten ook echt met anderen? Nee, dat niet. Oh. Maar vaak gebeurt wel dat er iets in het nieuws komt en dat anderen het ook meepakken. Ja. Tot onze verbazing merkt de journalist niks op over het naambordje naast de deur, waar het naam van Stad niet op te vinden is. Al snel krijgt de videoreportage meer dan 600 likes. In de reacties lezen wij hoe mensen door ons verhaal zijn aangezet tot het kopen van bitcoins. We beginnen te realiseren dat ons nieuws toch niet zo onschuldig is als wij dachten. Ook het AD stuurt ons een bericht. We spreken af om het interview in Eemnes te doen, bij mij thuis. Inmiddels heeft Bram al 4 verschillende woonplaatsen. En zelfs bij een journalist van een van de grootste kranten van Nederland wekt dit geen argwaan op. Nog even naar de hoofdredacteur. Hoe vaak komt het voor dat de krant denkt, hey... Ja, in principe eigenlijk Natuurlijk elke dag, want wij hebben een ding tegen nepnieuws en dat heet journalistiek. En dat nieuws is, vliegtuig stort neer,
journalistiek is uitzoeken. Wat is er gebeurd? Was het een motorpech? Hadden ze dat van tevoren kunnen weten? Wat kun je eraan doen? Wie waren er aan boord? En al dat soort dingen meer. Dat is dus een activiteit, een ambacht. En elke dag ben je dus aan het selecteren wat komt er uiteindelijk wel op de site of in de krant en wat niet. Het gaat wel eens mis. Als ik ze nu zou verkopen, zou dat rond de 124.000 euro opgeven. Toen ik 13 was, is mijn oma verhuisd en hebben onder andere mijn broer en ik 800 euro van haar gekregen. Ik had niet echt iets om het geld toen aan uit te geven. En mijn vader die was wel erg in het investeren bezig en zo. En die heeft me daar toen tot aangezet om bitcoins te gaan kopen. Ik had er in totaal 18. 49 euro per stuk waren ze toen. En dat is nu rond de 7000. Als ik ze nu zou verkopen, zou dat rond de 124.000 euro opgeven. Ik had niet iets anders om het aan uit te geven. En ik was me er niet zo van bewust dat ik het misschien ook aan computerspelletjes of zo kon uitgeven in die tijd. Ik ga het zeker houden nog, omdat ik erin geloof dat het alleen nog maar gaat toenemen. Zeker zoals je in het laatste half jaar is het ontzettend veel toegenomen en ik geloof erin dat dat zo blijft. En uiteindelijk wordt het heel erg gangbaar, naar mijn mening. Je hebt nu ook al sites zoals Expedia en thuisbezorgd.nl die het aannemen. En ik geloof dat dit maatschappij bepalend gaat worden. Dan rapporteren voor fake news. Je nepnieuws. Oké, was dat het? Is dat alles? Hallo, met Bram. Jullie hadden mij gebeld? Ja, dat klopt. Wij hadden een rustbericht van de krant. Ging goed opzij, ben je nog steeds 17? Ja. Ja. Je komt in Hilversum, klopt dat? Ja. Heb je ook iets aan een voorbeeld waarop wij kunnen zien hoe jij met je hebt gekocht? Ik heb niet een rekening of zo dat ik ze toen destijds heb gekocht. Nee. Nee, precies. Je hebt gewoon die wallet. Ja, ik heb gewoon die wallet en daar staat een transactie op van 2014, ja. Ja, yes, inderdaad. Ja. En die zijn ook gewoon, sindsdien hebben die gewoon allemaal daar gestart. Ja. Oké. Nou, dankjewel. Duidelijk verhaal. Doei. Doei. Na een 14 minuten lang gesprek staan we de dag daarna alweer in de krant. Dus het is decentraal, het is misschien de macht van de crowds, van de mensen crowds, zelf. Daar begon met autoriteit en nu decentraal. Weet je, dat is een interessant fenomeen. Altijd op zondag, dat weet jij, een top 3. Deze keer hebben we 3 stellingen over bitcoins. Laten we beginnen met, kijk mee, nummer 3. Toen ik 13 was, is mijn oma verhuisd en hebben onder andere mijn broer en ik 800 euro van haar gekregen. Ik had niet echt iets om het geld toen aan uit te geven. En mijn vader die heeft me daar toen tot aangezet om bitcoins te gaan kopen. Als ik ze nu zou verkopen, zou dat rond de 124.000 euro opgeven. Koning. Iedereen. Ja, koning zeg jij. Ja, waarom? Yes. Ik heb een mail gekregen van Paul Jonker. Ja. Ondertussen werken wij samen met Alexander Pleiter aan het artikel. Hierin maakt hij een reconstructie van ons project. Ook zal hij de journalist opbellen en confronteren met de waarheid. Dan worden we nog een keer benaderd voor een interview. We besluiten dit keer zoveel mogelijk hints te geven nadat het nieuws nep is, aangezien het nieuwscheckersartikel de volgende dag al gepubliceerd wordt. We creëren een nieuwe cryptomunt, genaamd Mozcoin, en stellen mijn bureaublad in met een zelfgemaakt logo, met het woord nepnieuws in de onderhoek. Als jij het goed vindt, gooi ik het allemaal aan. Ik heb gewoon een klein lijstje met vraagjes, die lopen gewoon langs. Ja, kan je jezelf even kort voorstellen? Ik ben Bram van Stad, 17 jaar oud, en ik heb redelijk wat bitcoin succes gehad. Yes.
Dan zeg ik, dan gaan we even naar je laptop. Dan worden wij plotseling gebeld door de journalist van de Gooi in Eemlander. Zij is door Alexander op de hoogte gebracht van ons project. Nou, jij bent de eerste die belt, wie het weet. Dan gaan de mensen nu anders met je om, omdat ze weten dat je ineens rijke tata bent? De mensen die me echt kennen niet natuurlijk. Nee. Die gaan wel hetzelfde met me om. Maar ik krijg wel grappen naar mijn hoofd geslingerd, zeg maar. Als je niet even een keer een avondje uit kan voorschieten of kan betalen. Ja, dat is wel vervelend. Handel je ook nog in andere? Met Bitcoin doe ik vrij weinig, maar vooral iets waar ik interesse in heb is de nieuwe Mosecoin. Wat is dat? Ja, die is ontwikkeld nog maar heel kort geleden eigenlijk, zeg maar ik heb hem ontdekt en die naam lijkt me wel, ja ik heb er gewoon een goed gevoel bij, weet je. Ik denk dat die echt groot gaat worden ook. Maar de mensen die het ontwikkeld hebben, die hebben een echt netwerk van kennis in bedrijven, collega's, dat soort mensen. Waardoor het ook echt snel geaccepteerd gaat worden, veel sneller dan Bitcoin. Ja. Dus Bitcoin en Mosecoin. Ik stel de vraag maar gewoon. Je bent de eerste die erachter komt. Gefeliciteerd! Echt waar? Heel goed. Trouwde het eigenlijk al niet. Kun je ons vertellen waarom? Ja, ik wilde de vraag sowieso eigenlijk al wel gaan stellen net voordat ik weg zou gaan voordat ik dat zag. Maar op de een of andere manier had ik toch het idee dat jullie een projectje hadden om te kijken hoe ver je kan gaan met het fucken van media. In samenwerking met ons verschijnt dan het nieuwsterkste artikel. Hier staan alle details over ons onderzoek. Ja. Oké. Dus we komen net van Jansen. Ja. Schooldirectie is dus gebeld door Gooi in Eemlander. De hoofdredacteur blijkt dus leiend te zijn. En ze waren aan het dreigen om stappen te ondernemen. Dus we gaan waarschijnlijk heel aardig met hun in gesprek. Ja. En we hopen dat we niet worden aangeklaagd. Ja. Ja, ik heb het niet. Met Gooi in Eemlander. Hallo, met Paul. Onze school is gebeld door jullie. En het blijkt dus dat jullie hoofdredacteur een beetje boos zou zijn. We vroegen ons af of we misschien met hem een gesprek konden doen. En het een beetje goed praten. Ik denk dat, weet je, ik heb je nummer. Als hij jullie wil benaderen, ja. Dan weet hij jullie wel te vinden, telefonisch. En Anieuws heeft ook nog gebeld naar school. Waren we ook niet echt tevreden mee. Onze leraar regelt een telefoongesprek met de journalist van het Anieuws interview. Hij is erbij, omdat de journalist niet meer alleen met ons in contact wil zijn. En wij hebben natuurlijk ook een doelgroep. Dus jullie doel is inderdaad netnieuws aan het daglicht brengen. Nou, dat is inderdaad behoorlijk gelukt, aangezien veel media ermee aan de haal ging. Maar zijn jullie er dan ook van bewust dat mensen die jullie verhaal die jullie vertellen, wat net blijkt te zijn, maar dat jullie wel volle overtuiging vertellen, dat dan ook met een publiek dat doet, daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. Hè? Dus ik zeg niet alleen jullie, maar dat er dus ook een publiek is die jullie verhaal leest en denkt, oh Bitcoin, dat moet ik misschien ook wel kopen. Ja, wacht even, daar wil ik wel even ingrijpen, want ik vind niet dat je die verantwoordelijkheid nu bij de jongens kan neerleggen. Nee, ik zeg ook zeker dat ik daar ook verantwoordelijk bij ben. En weten dat we die verantwoordelijkheid hebben. Maar daarom is juist belangrijk wat wij doen. Zodat dit niet gebeurt. Er is niks getekend. Dat inhoudt dat ik nu jullie vertel dat ik niet wil dat jullie mijn materiaal gebruiken. Ja, want ik heb het hier dus ook met mijn directie over gehad. Zij willen ook niet dat hier onze naam in die film met mijn gezicht, dat het erop komt. Dus als dat wel gebeurt, dan wil ik meegeven, het is niet mijn beslissing, maar dat mijn directie dan wel misschien
wat je de laatste tijd steeds vaker hoort. Fake news, nepnieuws, wat eigenlijk alleen maar in de circulatie wordt gebracht om mensen op andere ideeën te brengen dan ze oorspronkelijk zouden hebben. En drie middelbare scholieren uit Nederland die hadden zoiets van, weet je wat, laten wij eens onderzoeken hoe makkelijk het nou is om fake news de wereld in te helpen. Aan de telefoon heb ik Nash Gorter en Paul Jonker. Goedenavond, boys. Jullie hadden dit idee om eens te kijken hoe makkelijk het nou is om fake news opgepikt te krijgen. Hoe is dit begonnen? Jullie dachten, we schrijven een persbericht of zo. Ja, we keken op internet naar zeg maar nieuwsdingen die hot waren. Dus zoals Bitcoin was erg relevant in het nieuws. En we dachten, we draaien dit om een soort van interessant nieuwsverhaal van te maken. En we kijken, hoe schrijf je een persbericht? En dit hebben we naar de grootste nieuwsmedia in Nederland gestuurd. En het is gelukt, want ik zit hier naar een artikel te kijken van een maand geleden. Tiener investeert cadeautje van oma in bitcoins. 100.000 euro verdiend. De Telegraaf schreef er ook een artikel over. Iedereen had het over die gozer die rijk is geworden met bitcoin. Maar het was dus allemaal bullshit. Ja. Wij waren nog best wel nieuw in deze journalistieke wereld, zeg maar. Dus wij... Ik vind dat wij als journalisten, zeg maar... kritisch moeten zijn. Ja. Alleen als je door iemand moedwillig misleid wordt, ja, dat kan altijd. Weet je? Dus je kan altijd, ik zou zeg maar gewoon nu een verhaal kunnen bedenken waarmee ik zeker weet dat ik de media haal en ik weet ook zeker dat daar voorlopig niemand achter zou komen. Dat kan altijd als je dat wil. Ja, maar dat wisten wij niet. Nee. En dat wouden wij testen en dat is dus gebleken. Ja, dit soort persoonlijke verhalen, ja, lopen wij, moet je ook kritisch zijn. En daar hebben jullie ons weer eens op gewezen, dus ik was er liever op een andere manier achtergekomen. Ja, dat snappen wij. Ja. Ik wil wel weer zo sportief zijn om toe te geven. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Een reactie van de Gooi in Eemlander krijgen we niet. Wel publiceren zij 3 artikelen. En denk je dat dit verhaal enig effect gaat hebben op de toekomst? Of dat ik mag het verdomme hopen, ja. Nee, ja, ik mag echt hopen dat jullie hiermee aantonen dat je helemaal niet... Wat jullie vertelden ook aan mij, van ja, wisten wij hoe de mediawereld in elkaar stak. En dat eerste persbericht was heel slecht en dat zat vol met spelfouten en weet ik veel wat. Maar jullie hebben dus wel aangetoond dat je helemaal niet zo bekend hoeft te zijn met hoe kranten en hoe nieuws werkt om het wel te manipuleren. Dus ik mag hopen dat iedereen zich, als ze dit zien en jullie film of docu zien, dat ze zich wel 3 keer achter de oren zullen krabben. En echt weten hoe belangrijk het is om je feiten te checken voordat je een verhaal brengt. En ook dat iedereen die de krant leest gewoon niet inderdaad alles direct gelooft. Ook al zou dat wel moeten, maar ja, blijkbaar kan dat dus niet.